Goedemorgen allemaal, het is zaterdag, dus tijd voor een nieuwe weekendvlog. Het is voor ons het weekend waarin we Sinterklaas vieren. Het is een weekje later dan normaal. Dit is er ook bij. Hi. Dus dat gaan we vanavond doen. En morgen heb ik met de meisjes van de zwangerschapsclub afgesproken. En 's middags nog met twee vriendinnetjes. Dus ja, het belooft een leuk weekend te worden. Waarom ik zo groot lijk, weet ik niet. Ik ga zo nog even sporten. En we gaan straks nog eventjes boodschappen doen en zo. En Niels is eindelijk aan de betere hand. Hij heeft deze week toch antibiotica gekregen. Omdat hij na een week koorts hadden we toch maar bedacht dat hij niet zelf zou trekken. En sindsdien gaat het echt snel vooruit. En hij is vrolijker, slaapt beter. Dus dat is heel fijn. Niels, laat Mittens maar met rust, hè? Ja. Laat het weekend maar beginnen. Ik heb al een klein kersttafereeltje gemaakt hier. Omdat we nog geen kerstboom wilden doen. Want dat wil ik pas na Sinterklaas. Niels. Want dat wilde ik pas na Sinterklaas doen. Maar ik dacht wel alvast een beetje sfeer met lampjes en glim. En ik heb dit ooit zelf gemaakt trouwens. In een DIY. Als ik het kan vinden en eraan denk, dan zal ik hem even hieronder linken. Zo, ik ben klaar om te sporten. Shirtje van de Hennis. Broek ook van de Hennis. En we hebben even muziek aanstaan. Niels ligt net op bed. Luid gejuich. Dankjewel. Dus ik ga even sporten. En ik heb nog iets leuks binnengekregen. Zal ik even laten zien. Deze twee paletjes van Lily Lolo. Dit zijn ze. Deze heet... Ik had natuurlijk eerder moeten bekijken. Filthy Rich. En deze heet Pedal to the Metal. Dat heb ik wel onthouden. Super leuke paletjes met matte en glanzende kleuren. Die ga ik straks eens even foto's van maken en even testen. En op naar de sportschool. Best wel koud. Beetje op gekeken. Gesport, aangekleed en gedoucht. En nu is het tijd om te gaan. Mits wel nog even de gang, denk ik. En ik zou weer in mijn jas. Sven is Niels al op de fiets aan het zetten. En gaan we even boodschappen doen en dat soort dingen. Oh, deze bollen wil ik, jongen. Gekke merengue. Sven en Niels. We hebben taart, worteltaart en chocoladetaart. En we delen ze natuurlijk allebei. Kunnen niet kiezen. Ja, dat zou ik wel willen, hè? Nee. Lekker, schat. Een beetje verregend, maar we zijn weer thuis. Ik was even aan de site, maar toen keek ik even omheen. Toen dacht ik, het is zo'n rotzooi. En zo meteen komen mijn broertje, zijn vriendinnetje en mijn ouders. Want dan vieren we Sinterklaas. Jee, ik hou zo van Sinterklaas. Laat even weten of jullie Sinterklaas vieren of kerst of allebei. Wij vieren zeg maar allebei. Maar Sinterklaas doen we echt met cadeautjes en loodjes. En kerst is gewoon eten en gezellig. En soms een cadeautje onder de boom. Maar heb ik echt super veel zin in. En mijn broertje... Die heeft een huis gekocht en zij moesten vandaag de badkamer slopen. Dus die willen hier nog even douchen. Want die hebben ze dus nu gesloopt. Maar ze dachten dus vrij laat te zijn. Maar nu krijg ik een berichtje dat het sneller gaat dan gepland. Dus dat is superleuk. Want het zou anders zo zijn dat ze lieve kleine Niels niet meer zien. Maar dat gaat dus wel lukken. En wat ik nog even wil doen ook nu is... Kerstkaartjes. Een vriendin van mij die heeft superleuke kerstkaartjes ontworpen. Deze. All I Want for Christmas is You. En een Christmas tree. En ik heb hem volgens mij al laten zien trouwens. Maar ik laat ze nog even zien. Want ik vind ze gewoon love it. Deze ga ik dus beschrijven. Dikke kerst. En mijn persoonlijke favoriete. Deze. Have yourself a wonderful Christmas.
En deze, Merry Christmas. Voor wie mijn geboortekaartje voor Niels heeft gezien, dan weet ze waarom dit een van mijn favorieten is. Dit is trouwens niet degene die het geboortekaartje heeft ontworpen. Dat is iemand anders. Ook een vriendinnetje, maar iemand anders. Dus die wil ik ook nog even gaan beschrijven, heet dat toch? Ja, ik kom niet meer op woorden. Goed, mijn kutte. En we hebben net dus lekker taart gegeten, boodschappen gedaan. Maar het regende gewoon een beetje. Het is een beetje druilerig weer, maar ideaal weer voor Sinterklaas. En eerst even een beetje opruimen. Ga ik dat eerst doen? Ja, dan hebben we dat maar gehad, hè? Nou, hij is er weer, hoor. Ja, poppie. De zak van Sinterklaas. Oh nee, die zal ik nog even maken. En we hebben hier alvast wat snoepgoed. En het is nu bijna 4:30. En mijn broertje en zijn vriendinnetje zijn er al bijna. Dus dat is top. Dit is er ook helemaal klaar voor. Ik ga me even omkleden, want ik sta nu nog in mijn chill outfit. Loodje cadeautje, arganolie en shampoo met arganolie. Nom, nom, nom. Biologisch. Dat is natuurlijk dus en dit. Dit is van Kesbeken, dus uit Amsterdam. En dit zijn dus olijven met zeewier in zeewater. Hier zie je een olijf zitten. Het is heel donker hoor. En er zit van alles in. Super lekker. Nom, nom, nom. Yes! Ik zou het niet kunnen zeggen. Ronald heeft het vak bespieringen op Zwijnstein. Zwijnstein is geen echte school. Dat is die Harry Potter. Ja, maar waar... Echt? Zwijn, want ik sta die voor. Draagt zijn dier ook meer in een buikbol. We hebben een grote voorstand op die. En iets met een grote koala. Gaat je binnen? Koala is geen ding. Gewonnen! Yay! Zwijn, ik heb gewonnen. High five! Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en wij zijn op muggenjacht. Er is een mug gesignaleerd door Mittens en die willen we nu vinden, want nou, dat is wel prettig dat we die niet in huis hebben. Sinterklaas was super gezellig. Ik zal straks nog even mijn cadeautjes laten zien. En Sven en ik hebben gewonnen. Yay! Yay! Ja, we waren een briljant team, al zeggen we het zelf. En als overwinning mochten we om 6:30 wakker worden. Als overwinning... Nee, dat is helemaal niet waar, Sven. Als overwinning mochten we om 6:30 wakker worden. Wat betekende dat we 6 uurtjes slaap hadden. Maar ik zie er niet uit ook. Maar goed, we gaan nu even op muggenjacht ergens. Het is een beetje lastig bij een enorm grote kamer. Maar we gaan ervoor. Zijn dino's ook helemaal niet uitgestorven? Want vogels zijn wel dino's. En die verwantschap is best wel zichtbaar. Dacht ik dat ook nog even snel de rest van de cadeautjes zien. Voor mijn vader had mij getrokken al met loodjes. En ik had een bepaalde shampoo van OGX gevraagd. Met arganolie. Maar hij is toen helemaal op missie gegaan. Want hij is ook in Marokko geweest. Hij had zoiets van ik wilde echte arganolie. En nou, hij is helemaal op missie gegaan. Moest namelijk ook nog binnen het loodjebudget blijven. En hij is voor deze gegaan. Deze arganolie voor huid en haar. Ik ben heel benieuwd. En dit was volgens hem top. En omdat dit dan weer binnen het budget past, kon hij dit er dan nog bij doen. En dit is de Dr. Organic Bioactive Haircare Organic Moroccan Argan Oil Shampoo. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee. Smooth and Shine. Nou, we gaan het zien. Sven is ondertussen trouwens een omeletje aan het maken. Dus ik denk, dat hoor ik verder op de achtergrond. Dan kreeg ik verder gewoon van de gewone Sint, zeg maar. Dit is de Bonbon Tree Body Scrub van And Other Stories. Super lekkere scrub. En het ruikt gewoon heerlijk. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik nou een zoetiger zou doen. Of zeg maar warm zoet of bloemig zoet. Maar
Ja, dit is iets neutraler, maar wel, weet je, het past wel bij de meeste parfums die ik heb. Dus daarom had ik het een beetje zo uitgekozen. Ik ben zelf hulpzint. En dan een nieuwe agenda. Deze is van de HEMA. Even kijken, ik wil altijd een agenda, want ik heb alles in mijn telefoon staan, maar ik wil het ook graag in mijn mobieltje. Of op papier. Kijk, ik heb mijn nagels gelakt, probeer het niet te verpesten. Het is deze. En ja, gewoon verder heel simpel. Ik vind het vooral belangrijk dat hij een ringband heeft, dat je hem zo kan omklappen. En dit is hem van binnen. En dan zitten er ook nog allerlei stickers en zo. Nou, daar zal ik niet zoveel mee doen, maar ik vind het een leuk ding. Dan deze trui. Deze is van Pull&Bear. En zoals je ziet is hij een beetje doorschijnend uit strakke lange mouwen. En hier valt hij wat losser en wat langer. En dan een V-halsje. Ik vond hem super leuk. Dus deze. En als laatste. Op. Dit boek. En dit is Deliciously Ella. En ja, ik heb al meerdere blogs over haar gehoord en zo. En ik zag het boek en ik dacht, het is wel leuk. Want eigenlijk ben ik lactose intolerant. En zij gebruikt weinig of geen, weet ik niet. 100 natuurlijke plantaardige zuivel- en glutenvrije recepten. Nou, dat is top, want ik wil echt weer zeer aan mijn lactosevrije dingen gaan werken. Ik merk gewoon dat ik er echt last van heb. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar dit kookboek. Het ziet er heel mooi uit. Met allemaal mooie foto's. Maar het is ook weer gewoon een hoop tekst. Dus ik moet het ook nog gaan lezen. Maar ik moet natuurlijk helemaal niks zien. Heel veel tekst, maar ook gewoon fijne recepten. En veel met groentes. Oh, ik zit nou toevallig allemaal hoofdstukken open te slaan. Maar hier zie je een beetje. Dus ik ben heel benieuwd. En dat zijn de cadeautjes die ik heb gehad. Dus, ik zie dat ik ook Sven's cadeaus mag presenteren. Mijn broertje had Sven getrokken. En mijn broertje zou mijn broertje niet zijn als het loodje cadeautje niet aanwezig was. op de avond. En het mooie was dat Sven had mijn broertje getrokken. En die wilde dat nog in het gedicht verwerken. Hij had het van, in het gedicht staan. Oh, hij had het zelfs in het gedicht staan. Maar hij dacht van, ja weet je, dat is flauw. En het ging heel erg over dat mijn broertje eindelijk volwassen wordt op zijn 30ste. Goed, anyhow. Ze vroeg vooral heel veel boeken aan de Sint. Hij heeft deze gekregen, Delivering Happiness. En dit is een New York bestseller, New York Times bestseller en een Wall Street Journal bestseller. En dit gaat over, het is van Tony Hsieh, ik kan die naam nooit uitspreken. En dat is de directeur van Zappos, misschien wel bekend. Dan The Happiness Project van Ruben Gretchen. En op zoek naar meer plezier en geluk in je leven. Nou lijkt het alsof Sven helemaal niet gelukkig is in het leven. Dat valt gelukkig wel mee. Kan altijd beter. Maar het is ook een New York Times bestseller. En hij vindt dat gewoon een heel interessant onderwerp. Zeg maar wat mensen nou... vooral ook op het werk, zeg maar, los van hier. Want hier ben je best wel blij, toch Sven? Absoluut, kijk. Dan deze. En deze zag ik een tijdje geleden staan. Toen dacht ik, dit is echt een boek voor Sven. Dit is het boek van de vreugde. En dit is van de Dalai Lama en Desmond Tutu. Dit schijnt een heel inspirerend boek te zijn van twee Nobelprijswinnaars. Dus deze. En ook Sven en mijn broertje en zijn vriendin lachten ons allemaal heel erg uit. Want wij vroegen allemaal een agenda. Dus ik vroeg er één, mijn moeder vroeg er één en mijn vader vroeg er één. Sven ook. En deze heeft Sven altijd. Deze zijn van ook van de HEMA. Even plakketje eraf halen. Zo, ik kom niet tegen. Hop. En deze is gewoon groot. En dat vindt hij fijn met gewoon de hele week ook weer op één pagina. Maar dan veel meer ruimte voor tekst. En als laatste deze crème van de tuinen. Dit is de Aloe Vera dag- en nachtcrème. En dat is gewoon een hele organic crème. En daar houden we van. Dus, dat is het. Dat is wat we allemaal kregen van de lieve Sint. Woehoe. Niels ligt nog even op bed. Het is nu eindelijk. Hij sliep vanmorgen veel te kort. Het is nu 11:30. Het moet eigenlijk om 12:00 er zijn. Maar we zijn met 12 vrouwen, 12 kinderen. Dus ik denk dat we allemaal wat respijt hebben om net iets vroeg of later te komen. Dus ik ga gewoon, ja, ik ga hem niet al te laat wakker maken. Maar ik laat hem wel eventjes liggen. Want het is voor iedereen leuker als hij een beetje gezellig is zo meteen. Ik ben echt helemaal vergeten te vloggen met de kids. Was heel gezellig, maar ja, Niels was een beetje moe, dus hij hing vooral aan me. Dus toen ben ik het vergeten en daarna met vriendinnetjes, toen ben ik het helemaal vergeten. Dus ja, dat ging goed.
vandaag. Ik ben net thuis. Dit is trouwens wat ik aan heb. Hetzelfde jurkje als van ons verjaardag, want het is echt een super lekker jurkje. Zoals je ziet heb ik net de was uit de droger gehaald. Dus die moet ik even gaan opruimen. Niels heeft honger, dus die gaan we zo even eten geven. Het is inmiddels alweer 6 uur. Waar is mijn zondag heen gegaan? Maar het was wel allemaal super gezellig. Dus ja, ik ga nu even mijn comfortabele outfit aandoen. En dit is het beddengoed en nog alle andere dingen ook van Niels. Dus ik ga dat even allemaal opruimen en dan zitten. Zo, ik zit lekker op de bank. Ik zit mijn nieuwe boek te lezen. Super interessant. En ik heb net nog even aan de site gewerkt. Nog een was gedraaid, want Niels had nog een ontzettende ontplofte luier. En ervaring leert dat je die beter niet al te lang kan, zeg maar het zat overal, dus de ervaring leert dat je dat beter niet al te lang kan laten liggen. Dus ik dacht ik gooi er nog even een soort mini wasje in. En zo nog even het bed opmaken en dan gaan we altijd mitten en Jonassen. Dat vindt ze leuk. Zo in het laken. Misschien als het lukt ga ik het nog wel even filmen. Maar dan heb ik dat even hier tussendoor laten zien, want dan, dit is dan wel mijn afsluitende momentje. Anders vergeet het zo meteen weer. Make-upje eraf, mijn konijnenpak aan, hop. En ja, dan is het weekend alweer voorbij. Oh, dit ging niet goed. Ik had nog mijn nagel een beetje gechipt net, dus ik dacht ik doe nog even wat. Mijn nagels gelakt vandaag, maar mijn duim was een beetje lelijk alweer geworden. Want ik heb morgen een aantal belangrijke overleggen. Met externe en dan is, ja, vind ik dat wel belangrijk dat in ieder geval mijn nagels er nog een beetje fatsoenlijk bij. Waarschijnlijk let niemand erop, maar ik let daar natuurlijk wel op. En we hebben vannacht ook niet heel lang geslapen, dus ik denk dat we ook gewoon lekker op tijd naar bed gaan. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is, mijn telefoon is ook leeg. Maar het was wel een heerlijk weekendje. Ik heb geprobeerd te filmen, maar ik ben dus vandaag best wel vergeten. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het echt super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Want ik ben bijna bij het magische getal. En dat zou toch een feest zijn als ik dat nog dit jaar zou halen. Dus zou ik echt fantastisch vinden als je dat wilt doen. En ja, ik wens jullie een hele fijne avond. Ik weet helemaal niet, misschien komt dit wel met kerst online, zit ik nu te bedenken. Daar heb ik er niet over nagedacht. Als dat zo is, wens ik je een hele fijne kerst. Maar misschien is het daarvoor al online gekomen. Ik weet het niet meer. Het is ook laat. Ik kan niet meer nadenken. Ik wens je een hele fijne dag, avond, middag, ochtend. En ik zie je snel. Doeg!